grappig. Wat een tyfusleier. Wat een tyfusleier. Nee, ik kan alles zeggen. Het is wel grappig. Ja, het is wel grappig. Klopt. Ik pak even winegums. Dat is zo lekker. Was bij de Aldi, daar hadden ze zo'n mix met allemaal van die harde gummy snoepjes. Met die smiley hoofden, cola snoepjes en zo voor 1 euro. Ja. Meenemen! Ja, precies. Broodje pindakaas. Ik ga straks een keer een broodje saté maken. Ik heb nog zo'n bakje saté die je even 40 seconden of 50 seconden in de oven moet doen. Of in de magnetron bedoel ik. Dan gewoon even een plakje witbrood. Zo lekker. Ja, witbrood heb ik al lang opgemaakt. Bij koffie misschien meestal één keer in dezelfde tijd komen witbrood omdat we dan een ei eten of zo. Weet je wel. Ik eet elke dag ei. Ik ben er wel even klaar mee met de paas. Nee, elke ochtend. Elke ochtend begin ik met 2 plakken witbrood en 3 eieren. Oh, bah. En het brood smeer ik met mayonaise alsof het boter is. Fucking lekker, vriend. Nee, oh, dat doe ik echt niet meer. Ik heb in het begin nog wel, gedaan, maar dat doe ik echt nou niet meer. Mijn lichaam die kan er niet meer aan, joh. Ik moet veel meer sporten. Ah, in de airplane. Kom meedoen. What's up? Weet je wat? Ik ga gewoon in die stad hier onder mij. Fuck it. We gaan voor de epic fight. Of voor de hoge. Of voor de huge fail. Man. Ik denk de huge fail. Lekker hoor, broodje. Waarom had het zo vroeg? Gaat automatisch. Die balk aan de linkerkant. Wanneer dat witte stuk, daar gaat je parachute automatisch. Alleen omdat mensen met een hogere snelheid naar beneden diven dan ik, lijkt het alsof ze lager zitten. Oh, zeg, ik vind dat best wel vroeg, want ik zou het gewoon op het laatste moment doen. Gewoon echt bijna op het laatst. Dat je net als Kitty draait. Oh, die gast sloeg me gewoon. Ik dacht al, what the fuck. Hij zit met de zeis achter me aan! Dat was zo niet cool. Oh, die gast. Motherfucker. Denk dit dat hij je met dood. Een fucking zeis achter mij aan kan gaan. Dan word je dood. Ja, dit wordt of mijn dood of zijne. Hij is niet meer in het huis, hoor. Dat weet ik sowieso wel.
Dat was trouwens echt fucking lucky. Motherfucker. Wat? Wauw. Hij zat ook heel rustig te looten, hè? Echt een... Hallo, shotgun voor je pakken. Oei, oei, oei. Ja, dat was een kort spelletje voor die persoon. Ja, echt hè? Dat is fucked. Dat lijkt me zo fucked up. Ik vind het wel goeie. Ja, hè? Oh, dit is nice. Gewoon twee gelijk. Dat ik nog helemaal geen match heb genomen. Ik drink die energy wel, dan heal ik ook up. Zet ik nog een safe zone? Midden. Geweldig. Gewoon rustig looten en mensen en in de huisjes blijven. Ik heb alleen een shotgun, dus gewoon voor close combat gaan. Ik wil eigenlijk die fucker met die zeis nog steeds killen, man. Fucking klootzak. Echt. Die fucking zeis achter me aangaan. Wat ligt hier? Ach, alleen schoenen. Kut zolder. Wat ligt hier? Pistol en smoke. Ja, maar ja. Misschien heb je hem al gekild, hè? Dat weet je niet. Ja, ik weet niet. Misschien was hij dat wel, maar ik denk het niet. Brilletje op. Kleren. Ja, de Royce. Hij had ook andere kleren aan, dacht ik. Ja. Vijf. Ja. Als ik straks met die Duitsers dit ga doen, dan ga ik Engels praten. Left side eastbound incoming hostile enemies! Nee? Oh, dat was... Nee, dat was north side. ik wil distant... Oeh, ik zeg distant en daar ligt een scar voor mijn neus met een Kevlar. En gewoon 90 kogels gelijk. Dat is eigenlijk best wel nice. En bandages. En een blikje energy. Want verwacht ik energy zo belangrijk zou vinden. Na 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 na. Nog een scar. Hoppa, nog meer kogels. En een painkiller. Ik heb alleen nog geen first aid. Dat is wel echt heel kut. Oh, dat is die potloodventijas die me aan vallen doet denken. Potloodventijas. Kijk, kijk dan. Ja, ik zie je dat gaat het, niet. Je gaat het zien, je gaat het zien. Ik zie het nou nog niet, hè? Je gaat het zien. Ik zie hem liggen. Die is wel goed. Maar die had jij ook in de vorige die je gepost had, gisteren ja, of zo. Ja, ik hoor schoten. Ja, dat is wel lekker, hè? Zo'n jasje. Ja. Het is geen potloodventijas, hè? Dat is gewoon een stoere... ja, wat mag het wezen? Potloodjas. Hoi, hoi, hoi. Zo. Ja, jongen. Ik zoek een goede editingprogramma, man. Schiet hier mensen mee, ik wil weten waar zijn die koer. Koer is niet helemaal. Er schiet hier twee mensen op elkaar. Eén in het huis rechts van mij en één in het huis links van mij. Ah, oh, de wind gaat verkeerd. Of misschien niet. Oh, hij zit daar. Get wrecked, son! Je schoot eerst ook gewoon op die muur, hè? Gewoon echt zo van... Why?
Die gast die dacht ook echt zo, ah, wat een kut. Zit ik nog eens safe zo? Oh, ik zit ook gewoon echt helemaal in het midden. Kijk, dit vind ik leuk, het is een stadje, want nu kan je ook gewoon echt een beetje van je surroundings voordeel gebruiken. En de smokes, ik vind ze zo leuk in dit spel. Want ze leiden ook gewoon fucking af, want je zag hem echt een half uur lang naar die smoke kijken. Ja, hij had ging ervan uit dat er iemand zou komen. Hmm, 54 left. Die shotgun, jongen, die is zo OP. Ja, ik weet niet, als jij een shotgun voor je bakkers krijgt, overleef je dat? Nee. Maar deze, ja, maar deze, dit is zo'n auto-shotgun. Is gewoon, en hij heeft weinig bullet spread, dus hij is close range gewoon heel fijn. Ja, want zeg, hoe jij hem net doodschoot, dan mag je met één kogel moet je ook echt wel dood zijn, hoor. Geloof me, als je zo'n shotgun voor je bakkers krijgt. Ja, of je moet echt iemand op zijn poot schieten. Wat smoke! Wat de homo, joh. Dat was een smoke. Een smoke grenade. Oh, deze pad is leuk. Oh, ik ren, ik hoor hem, ik ren dat huis uit. Hij staat er met die smoke in zijn handen. Echt met zijn kop. Motherfucker. Oh, heerlijk. Kijk hoe fucking vol die smoke is. Oké, ik heb dus al 3 kills. Going good. Holographic. Dan drop ik die. Holosight op de scar. Iets met shotgun goal. Shotgun bevalt me wel goed nu. Zeker in dit stadje. Close combat, hè. Zit gewoon goed. Ja. Waar heb ik de red dot op gedaan? Nee, ik moet de holosight. Oof. 44 alive. De circle wordt zo kleiner. Maar ik heb echt zoveel geloot van die gasten. 15 bandages, 2 first aid kits, painkillers, 4 energy. Ik heb nu alweer 3 smokes. Ik heb geen AK, dus waarom heb ik die kogels? Wauw. Oké, even kijken waar die heen gaat zo. Ik ben wel even nieuwsgierig. Er zijn al best wel veel dood, vind ik, voor de eerste cirkel. Gewoon meer dan 50. Ja, maar dat kan, hè? Ja, dat gaat soms zo hard. Even kijken. Tuurlijk. En ik... Oh, dit gaat goed. Die cirkel ging heel mooi. Dank je. Vermoedelijk wordt ook de cirkel daar waar jij bent, dus het, een beetje in het midden. Vermoedelijk moet je één keer verplaatsen, dus Oeh. Ja, ja. Superman. Corsair is een auto. Nee, dicht. Doe alsof dit huis gewoon ongeload is. Of medkit. Smoke. Geen space meer. Prima, genoeg kogels. 3 smokes, medkits, ik heb alles. Best tevreden. Alleen misschien nog een betere helm, een betere tas. Eigenlijk ook een beter vest. Ik heb echt het laagste level vest. Voetstappen.
Fuck. Kut. Ik had aim down the sights moeten doen. Is hij echt weggerend? Laten we hem dan maar naar een andere kant op kijken. Shit, zag ik een tak. Oh! That scared really the fuck out of me. Holy shit. Van dat huis. Fucking hell, dit is spannend, Dion. Ja. Snoepje. Tweede cirkel komt er zo aan. Wetende dat hij nog één kerel is, baart me een beetje zorgen. Het zou vet zijn als deze stad gewoon de eindbattle wordt. 36 left. Ach, hier. Wrecker ren over wrecker with vehicle. Hij heeft zichzelf overreden. Who the fuck? Waarschijnlijk is hij uit... Ja, ik denk dat hij uit de auto is gesprongen terwijl hij op een hoge snelheid reed. Dat zal eerder kunnen. Even kijken, zitten we er nog in? Ja hoor. Heerlijk. Hetgene wat nu wel is, er gaan nu heel veel mensen hierheen komen zo. Dus ik moet even mijn strategie bekijken. WC. Always hide in the bathroom. With a shotgun. Als ik hier gewoon... Hoe lang duurt het? 2 minuten voordat de nieuwe cirkel komt. Of nee, dan gaat hij insluiten. Dus dat duurt ongeveer 3 minuten. Als ik hier gewoon 3 minuten zo blijf zitten, kan me toch niks gebeuren? Ik durf niet te zeggen, joh. We gaan het gewoon doen. Ik ga even pussy style. Ik heb helemaal geen goede Kevlar niks. Ik heb wel een mooie rode bril. 33 left. Hij is wel echt vet klein geworden vergeleken met de vorige.
Ik moet even in de top 10 komen, dan krijg ik fucking veel punten. Oh, daar worden mensen gekild naast mij. En dat deed hij heel snel, want er waren twee schoten en hij had een headshot. Weet je, dit spel is best wel makkelijk, want als je gaat campen, ga je gewoon snoep eten. Jij snoep-etende jongen. Ja. Snoep-etende, snijpende jongen. Nee, dat kun je nog wel. Zeven seconden closed die in, 27 left. Ik heb toch een vermoeden dat die cirkel straks nog meer naar beneden gaat. Dus dat we straks iedereen in deze stad eruit moeten. Dat zou kunnen. Dan zal ik sneller wezen als er jou was. Ah, ik heb genoeg energie. Je staat daar lekker rustig in het huisje te campen. Hij zit er achter die deur. Ik zit heen. Gewoon in een fucking wc. Misschien moet ik poppetje straks op poppen. Ja, dit is echt een wc. Ja. Nou, dat zou kunnen. Ja, ik zie nou de hele tijd maar. Oh, jij zit op de wc, ja. Geniet van het relax. Oh, scheid. Ik kon nu ook auto's. Mensen schieten. Wil je spugen? Heb je te veel drank gehad? Blee. En dan komt er eentje, die wil de deur open doen en ineens bam. Daar stond hij, poesje. Gaat dit spel mij haten? Of ben ik... gezegend. De cirkel is bijna op zijn kleins. En wat wordt het? Dat is nog redelijk lief. Zo heel ver hoef ik niet te lopen. Maar ze leiden ons wel de stad uit. Motherfuckers. Ja. Ik denk dat het net de buitenkant de stad is net. Nou, een gedeelte van de stad kan je nog inzitten. Dus ik ga gewoon een minuut wachten. En op de laatste 30 seconden ga ik pas moven. Misschien moet ik zelfs move als de blauwe cirkel net gaat inclosen. Ja, dat is wel heel risico, hè. Nou, heb je ook laat. Dan is het ook laat voordat je campspot zoekt. Ja, precies. Meestal kan je al wel vast. Je kan meestal nu lopen, maar de meeste mensen ja, wachten altijd op het laatste. Move, ik ga gewoon move van huis naar huis, denk ik. Ja, de meeste mensen wachten altijd op het laatste. Die denken van, dan gaan juist mensen lopen en dan gaan ze campen die er dus al zijn. Dus je voordeel is uiteindelijk weg. Ik ben nu echt al een stuk closer. Ik ben echt tegen de rand aan nu. Er zijn hier nog wat huizen waar je feitelijk in kan. Misschien moet ik daar wel gewoon heen. Ja, dat is ook juist goed hoor, huis naar huis. Ah, hier moet je al oppassen. Hier zijn de deuren waar je nou in begint. Waarschijnlijk staan deuren open. Klopt, maar als ik in dat huis ben, dan ben ik safe. Daar is al een deur dicht. Hier zat die vieze flikker met de zeis. Nee, deze is niet gloed. Hier ligt nog een medkit. Ik geloof niet dat hier iemand is als hier nog een medkit ligt. Nee. En ik zit echt net op de rand van de safe zone. Als ik dat... Ja, en ik kan hier van het balkon eruit springen. Of ik pak dat huis. Fuck it.
zet wel een deur open. Fuck, 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 fuck. Close die door dan. Ik leef nog. Ja, ik leef nog. Ik verstop me gewoon in de kast. Met kitje poppen. Waarom is dit zo creepy? Oh, de cirkel closed ik net. En er komt auto op me af. Oh, zou dat die kerel zijn die net op me schoot? Auto die stopt bij het huis. Ja, hij stopt bij het huis. Ik was ook gewoon krautje, dan hoort hij je niet. Hij hoort je nog steeds wel. Misschien hijt hij zelf beneden, heeft hij niet eens door dat hij zit. Loop je fucking veel mensen, man! De volgende cirkel is al bekend, hij is niet ver weg. Nee, ik ben wel fucked. Ja, echt, dan loop je 4-5 mensen. Dat is echt niet chill. Jij bent echt zwaar fucked. Voor mij zit er nog een huis naast mij. Want jij zit op de kring en als de kring gaat krimpen ben je sowieso fucked. En jij moet naar beneden, minstens. Dood. Jij kan ook uit het balkon springen. Oh, wacht, dat kan niet. Fuck. Oh, wacht, mensen? Ze komen twee mensen op elkaar nu. Oh, er komt nu iemand hier binnen. Wow, hij had een M249 uit een care package. Dat is net als in Counter-Strike. Niet de Negev, maar die andere machine gun. Dat is one shot kill. Oh, wat een vieze flikker. Oh, jij bent dood. Jezus. Wow. Oh, wauw. Ja, die wist gewoon dat je er was. Dat kon niet anders. En er liepen gewoon 3 mensen om het huis. Ik snap niet dat hij voor mij ging. Of hij dacht dat de andere gast die liep, dat ik dat was. Holy shit. Ja. Of zo horen bij elkaar. Dat kan ook, hè? Nee, ja, je kan niet solo queue in dezelfde server, man. Ziek. Jezus. Oh. Heb ik al... Ja, fuck. Heb ik al genoeg punten voor een nieuwe crate? Ja, reward. Pioneer crate. Receive. Bang. Character. Pioneer crate. What do I get? Ik kreeg fingerless gloves. Bing. Alright. Close life.